Nou, we gaan even het officiële momentje maken. Hè? Ik mag jullie ik mag jou een cheque overhandigen. Ja, ik haal even dit even weg, zo kun jij nu praten. Dan kan ik het zo meteen, ja? En die cheque, die hebben de mensen hier, kijk mij maar even aan. Hè? De cheque hebben de mensen hier verzameld doordat ze op een fiets naar het werk zijn gegaan. En dat is een project wat we samen hebben gedaan vanuit het enerzijds bezuinigen van CO2-uitstoot, dus duurzamer bezig zijn, brandstof besparen en vooral ook om een stukje gezonder te zijn, die combinatie. En daar hebben ze geld mee ingezameld en dat geld wilden ze aan een goed doel geven. En daar zijn ze dus bij Stichting Opkikker. Dat vonden ze het beste doel om het aan te geven. En dan ben jij ambassadeur voor die stichting, dus mag ik jou die cheque overhandigen. En het gaat om een bedrag van €443,07. Alsjeblieft. Nou, en dan ga je even naar de camera kijken en dan doe je de cheque even omhoog. Samen met Gerda. Samen? Zal ik gewoon even bij je staan en je papa er ook even bij? Vind je dat leuk als papa er even bij staat? Gaat papa er even bij staan? Mag wel even. Oh, goed zo. Goed, goed zo. Kijk. Goed meisje. Komt ie. Keurig. Ga dat ook even. Hartstikke goed. Hey. Keurig, dankjewel. Ja. En nou hebben we ook nog even wat voor jou meegenomen. Oh, want die cheque is natuurlijk alleen maar een stukje papier voor jou. Want het geld gaat natuurlijk gewoon naar de Stichting Opkikker. Ja. Dus, en dit is voor jezelf. Kijk eens. En een bloemetje. Kijk eens, een bloemetje bij. Wat alsjeblieft. Hé, hey. Nou, mag ik het doen? Dat help ik zelf. Wat mooi. Dat is hartstikke leuk. Ja, dankjewel. Ga je wel eens ben je wel eens met de Stichting Opkikker weg geweest? Ja. Ja? Wat hebben we al gedaan? Drie keer. Al drie keer? Organiseren ze. En waar zijn jullie dan naartoe geweest? Vraag maar, ze vragen jullie wat aan. Waar zijn jullie naartoe geweest met Opkikker? Slagharen. Slagharen? Oh, dat vind ik leuk. Zij organiseren allemaal activiteiten, verzamelen. Bijvoorbeeld tyfoontjes, oude tyfoontjes en dat soort dingen. En dan organiseren ze voor ambassadeursdag. Alle acties hebben ze bijvoorbeeld cupcakes gebakken of verzamelactie in de buurt voor flessen en dat soort dingen. En verzamelen ze geld in en dan hebben ze één dag per jaar een terugkomdag, zeg maar. En al die mensen die acties hebben gedaan, kunnen ze gewoon het geld meenemen en doneren voor de stichting. En meestal doen ze ook voor gebruikte tyfoons, mobiele tyfoons. En dan doen ze ook een leuke dag, zeg maar, voor de kinderen. En mogen ze gewoon bijvoorbeeld naar een park of zo gratis binnen. En dan zijn ze sponsors van de stichting. En op zo'n manier hebben ze ook leuke dagen, maar ook hebben ze ook wat verzameld voor de stichting. Ja, leuk. Maar we zijn ook echt een dag mee geweest met hen. Ja, dat is zo'n dag. Dat is wat ze verwendag, ja. Dat is één keer, krijg je één keer in jouw carrière, zeg maar. Dan krijg je één keer een dag. En dan word je echt verwend als kind. Hè. Dan mogen meisjes zo'n maskers doen, of make-up, of haren en dat soort dingen. Want iedereen heeft dan drie activiteiten of waar die heen gaat. Dat was in Lando Green Park. En wij hadden ook een als een bungalow helemaal allemaal dieren erin. Oh, wat leuke dieren. Haaien, ja. Dieren, haaien. Kuikentjes en varkentjes en een Schotse hooglander was er ook in. Oké, vind je dieren leuk? Ja. En je had wel op een boerderij willen wonen. Nou, ja, maar dat was wel heel leuk, want je mocht er ook op de haaien. En we mochten ook op een oorbellen en armbanden maken. En nog een, maar die weet. Oh ja, we waren prinses. Mochten we door de koets door Lando Green Park. Oh, wat leuk. We werden we opgemaakt in een boerderijsalon. Ja, nu. Was er net een. En we hadden geen jongens, maar die jongens mochten met de brandweerauto of met een zo'n mooie luxe auto of met een motor of met een boot van de politie en dat soort dingen. Dus dat hebben we echt heel leuk. Ja, wat leuk, hè? Een beetje gezin, een beetje te ontzorgen, maar ook een beetje verwennen. Ja, verwennen een beetje. Ja. En welke acties heb jij allemaal al gedaan? Ja. Cupcakes verkopen. Flessen verzamelen.
Ik heb met een vriendinnetje een loterijtje gehouden. Dat is wel leuk. Oké. Okay. We zijn wel actief bezig. Ja. En die phones, oude mobieltjes verzameld. Ja, alleen de eerste keer dat we kwamen hadden we alles gelijk al gegeven. Dus nu hebben we bijna geen kapotte mobieltjes of zo meer. Nou. Nieuwe actie. Nog niet, nog een kind. Wat zei je? Ik denk niet dat het dit jaar nog komt. Volgend jaar weer. Ja, iedereen, hè? Ja, iedereen die doet zijn best. Ja, dat je mond een beetje schoon. Ja, hé, hey, dankjewel. Ze hebben enorm chocolade. Ik weet het niet. Nou, dag Rana, tot ziens. Jij mag nog wel, Ragna, maar wel. Oké, tot ziens. Ja, zal ik nu net van kijken tot ziens? En dankjewel, handgeven aan binnen.